Het Youth in Sichuan in the Picture project is een explore-project mede georganiseerd door CRTV, IOC, CAO, Tsinghua Alumni Vereniging Nederland en ArtVenture. Jongeren gaan 1 jaar na de aardbeving een uitwisseling aan met studenten uit het getroffen gebied. Vanavond zijn we met z'n allen bij elkaar om eigenlijk, onder het genot van een lekker hapje dimsum en een drankje, elkaar een beetje in te lichten over het project wat wij van de zomer gaan doen in Sichuan. Vanavond is sowieso denk ik een diner, zodat iedereen elkaar weer wat beter leert kennen, want we zijn er al een paar keer bij elkaar geweest. En natuurlijk ook om de nodige donaties op te halen voor de studenten die in China meegaan. Wat de bedoeling is dat wij met een groepje van 20 deelnemers en 4 begeleiders deze zomer in Sichuan 2,5 week lang de situatie ter plekke in het aardbevingsgebied van vorig jaar zoveel mogelijk gaan vastleggen. Zodat we bij thuiskomst in Nederland weer andere mensen over kunnen vertellen. Op dit informatie-charity-diner werden gasten per tafel door de deelnemers over het project ingelicht. Ik vind het echt een supergoed initiatief en ik ben eigenlijk ook wel... Ik had niet verwacht dat mensen in Europa ook, zich betrokken voelt bij mensen zo ver weg en dat zo met zo'n initiatief kwam. Dus ik ben onder indruk. Ik vind het heel erg leuk en ik ben sowieso voorstander van ontwikkelingshulp en gebieden waar het gewoon heel slecht is om daar een positieve bijdrage te leveren. Ik vind het eigenlijk wel een goed initiatief, moet ik zeggen. Ik wist niet dat het bestond. En het lijkt me eigenlijk wel leuk om de beelden te zien van die 3 weken jongeren in China. En dat je meer ziet van China dan wat je op tv eigenlijk te zien krijgt. De deelnemers gaan van 19 juli tot en met 5 augustus naar Sichuan. Meer informatie over dit project is te volgen via www.crtv.nl.